kijkt naar een samenvatting van de Ronde van Limburg. De 9e wedstrijd in de topcompetitiereeks waarbij de winnaar gegarandeerd prof wordt bij Team Roompot Oranje Peloton. Aan de leiding in dit klassement gaat Twan Kasteleins, de renner van Babydump Cycling Team. Hij greep vorige week de macht in de hel van Voerendaal en rijdt dus op zijn terrein. Twan Brusselman leidt namens Joop Piels de blauw-witte brigade aan in de witte leiderstrui voor het jongerenklassement. Om 12:30 vertrok het pak voor een lange neutralisatie die pas werd vrijgegeven op de Atsteeg. Waar ook de koers zal finishen na 186 kilometer. Het tempo lag meteen hoog en al vroeg in de wedstrijd hebben we vier leiders. Antoine Tolhoek, Sam Ome, beide Rabobank Development Team, de Nieuw-Zeelander James Judd en de Amerikaan Nielson Paules. Daarachter wordt gecontroleerd door de groene mannen van Babydump Cycling Team. Een nieuw beeld in de Ronde van Limburg, want de oranje trui van Kasteleins staat nu centraal. Een wedstrijd in een wedstrijd dus. Twan Brusselman is er relaxed onder. Hij hoeft niet te rijden met zijn ploeg Joop Piels en kijkt de kat uit de boom. Een mooi beeld hiervoor in de groep, de leiders van de topcompetitie bij elkaar. Voorin wordt er stevig doorgereden. De voorsprong is weliswaar geslonken, maar de vier rijden dan ook al bijna 75 kilometer aan de leiding. Maar vanuit de achterhoede heeft Daan Meijers de oversteek gemaakt. De Brabander van Joyners de Rijke is sterk en overbrugde bijna een minuut in zijn eentje. James Judd krijgt het dan lastig. Hier op de Maasberg met de kasseien kan hij de groep niet meer bijbenen. En zo hebben we opnieuw vier leiders in de koers. Dan een nare valpartij achterin. De Brit Alex Peters van Seg Racing wisselde van fiets, ging in de achtervolging, maar houdt de bocht niet in de afdaling van de Slingerberg. Maar ook Sieben Wouters van het Rabobank Development Team kende pech. Hij reed vol tegen de achterkant van een ploegwagen en moest net als Alex Peters de koers verlaten. Voorin is er dan weer een hoop gebeurd. De vier leiders zijn ingelopen en we hebben een nieuwe situatie voorin. 12 renners rijden nu vooruit en met de laatste keer Snijdersberg in de benen is het Daan Meijers van Joyners de Rijke die de zweep erover legt. Goed jongen. De kopgroep breekt door hem in twee stukken en het kraakt aan alle kanten. Meijers is sterk, maar krijgt vlak voor de Maasberg versterking van Stefan Poutsma, Sjoerd Kouwenhoven, Joey van Rhee en Sam Ome. Met stip de strijdlustigste renner vandaag. Maar onder aanvoering van Jasper Okkeloen komt een vrij omvangrijke groep terug voorin. Er wordt eindeloos gedemareerd, maar dan maken twee renners zich toch definitief los. Stefan Poutsma en Jochem Hoekstra. Allebei goede klimmers, maar Hoekstra won onlangs ook de vlakke omloop der Kempen met een solo. De man in vorm dus. De twee renners van Cycling Team Joop Piels werken goed samen en blijven uit de greep van de achtervolgers. En dus wordt het een luxe sprint waarbij Jochem Hoekstra over de sterkste benen blijkt te beschikken. 46. Yes! 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 Deze wou ik! Godverdomme! Yes! 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 Eindelijk! Oh, klasse. Ah, dit is zo mooi, dit is me ook zo graag. Hier heb ik zo fucking hard voor gewerkt om eindelijk die klassieker ook gewoon te domineren. Nu is het nummer 2 in 2 weken. Die Ronde van Limburg. Die wou ik gewoon zo graag winnen, omdat ik wou gewoon laten zien dat ik het ook in de heuvels kon. En zoveel pech had hier. Toen die landen omloop voelde ik me verreweg de sterkste. En dan rijd ik 2 keer lek. En nu vandaag gewoon klassieker nummer 2 in de Ronde van Limburg. Dit is zo mooi. Ik voel me gewoon super en in deze vorm moet ik mezelf gewoon belonen met deze overwinningen, want ik ben zo goed op momenten. Ja, dit is gewoon, dit is echt geweldig, ik kan het echt niet geloven. Jochem Stefan Sjoerd. Jochem Hoekstra wint dus de Ronde van Limburg voor Stefan Poutsma en Sjoerd Kouwenhoven. De snelle Jelle-prijs voor de strijdlust ging verdiend naar Sam Ome, die moeite had om zijn krachten vandaag te bedwingen. Ja, eigenlijk is dat wel een beetje zonde als je terugkijkt inderdaad, maar... Ja, het was eigenlijk alweer ook al een tijdje geleden dat ik gewoon, zoals Arthur dat ook altijd zegt, frank en vrij gekoerst had. En
ja, het moet ook niet altijd voor mij zijn, zeg maar. Dus het was eigenlijk een beetje ook het idee dat er dan jongens van de ploeg misschien over gingen springen. En dat ik dan iets voor hun had kunnen doen. Maar dat was uiteindelijk niet zo. En dan zaten we met tweeën. Ja. Toen kwamen we tegen een overtal van Piels te zitten. En dan is het inderdaad klaar. Dus ja, wat dat betreft is het wel zonde, maar dat is altijd achteraf. Maar ja, je pakt de bergtrui en de snelle strijdlust, dus niet met lege handen naar huis. Nee, zeker niet. Ik ben een tevreden jongen. Kijk, dat is aan de sponsor denken. Twan Brusselman blijft in het wit en Twan Kasteleins behoudt het oranje, ondanks een slechte dag. Ja, in het begin voelden de benen nog wel goed, maar ze liepen naarmate de wedstrijd vorderde, liepen ze steeds verder leeg. En op het einde was ik gewoon niet beter. Hoe kwam dat? Ik ben halverwege een keer gevallen. Was een klein valpartijtje. En normaal reageer ik ook niet heel goed op die hitte. Dus op het einde was ik gewoon leeg. Kon niet beter, helaas. Maar je hebt de trui nog? Dat wel, dat is een schrale troost. Aldus Twan Kasteleins, de leider in de topcompetitie. Tot zover de Ronde van Limburg. 1 juli zijn we er weer met de klimtijdrit in Vaals. Dan alweer de 10e koers in de reeks. Maar wil je nu de uitslag nog eens nalezen of de standen in de topcompetitie bekijken? Ga dan naar www.topcompetitie.nu. Yes! Yes! Deze wou ik! Godverdomme!